Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Wat spannend weer! We staan hier vandaag bij onze oude ruïne die wij in de vorige aflevering gebouwd hebben. Dus eigenlijk is het het nieuwste gebouw wat er staat, maar we noemen het de oude ruïne, omdat dat het verhaal is. Maar leuk dat jullie er allemaal weer zijn, jongens. Vandaag heb ik een leuke planning voor jullie, zoals gewoonlijk. En ik dacht, we beginnen de video lekker bij de ruïne, want ik kreeg een paar reacties van jullie. Max, hele mooie ruïne, heel leuk gebouwd en zo, maar je hebt hem gewoon totaal niet echt van binnen laten zien of zo. Ik had hem gebouwd en toen ben ik hier niet meer bovenop geweest in de vorige video, om nou te laten zien wat ik gebouwd heb. En dat is een hele simpele reden, jongens. Je hebt hierboven ook helemaal niks te zoeken. Het systeem van de bomenfarm, die werkt automatisch, zoals je hier kan zien. Nou, trouwens, ik heb het wel goed bedekt, maar zoals je hier kan zien, werkt het automatisch. De TNT valt hier naar beneden, hartstikke leuk. En het is binnen in deze toren compleet leeg. Ik ga hier ook niks bouwen, want dat is niet nodig. Ik heb er een leuk vloertje in gedaan dat helemaal verstrooid is. Maar voor de rest gaan we hier helemaal niks mee doen, want hier gaan we nooit meer komen. En wat dat op de planning is, jongens, is ook iets naar aanleiding van een aantal reacties. Mensen die vonden allemaal leuk en aardig allemaal, maar die zeiden, Max, er is nog maar één simpel huisje wat daar staat en voor de rest heb je helemaal nog niet meerdere huisjes. Dus vandaag wil ik het tweede huisje gaan bouwen en dan denk je, dat klinkt een beetje simpel. Dat snap ik, dat het simpel klinkt. Maar ik wil die prachtige huisjes, of dat prachtige huisje, wil ik hier gaan bouwen op deze locatie. Dat vond ik wel een mooie plekje. Dan gaan we ook iets meer deze kant op, waar ik uiteindelijk helemaal volgebouwd wil hebben in de toekomst, dit. Dus dan gaan we iets meer deze kant op en dan wil ik hier, op dit platformpje, dit zeg maar aan deze kant van het pad, wil ik er helemaal gebruiken om één groot rijtjesachtig huis te bouwen in dezelfde stijl als dit huis. Dus zoals gewoonlijk heb ik bijna alle materialen al verzameld. Want zoals ik echt gewoon vaak genoeg in elk video zeg, materialen verzamelen is nou niet echt het leukste om te laten zien aan jullie in Content Veen. Maar toen kwam ik op een ander puntje. En dat is dat ik dit dak vind mooi, dat blauwe hout. Alleen ik wil iets meer, hoe noem je dat, textuur in het dak toevoegen aan dit huis hier. Dus ik wil wel het blauwe hout terugbrengen. En ik heb ook hier wel een beetje blauw hout, maar ik wil ook andere blauwe blokken in dit dak gebruiken. En toen dacht ik, we hebben prismarine blokken nodig. En die blokken haal je natuurlijk in zo'n ocean monument. En dat is wel leuk om even te filmen natuurlijk. Normaal vind ik blokken verzamelen en halen vind ik helemaal niet zo heel interessant. Maar dit, jongens, dit is iets waarbij ik dood kan gaan, aangevallen kan worden, weet ik voor wat allemaal. En ik heb geen ervaring met ocean monumenten, want ik doe dat eigenlijk nooit. Maar volgens mij krijg je altijd mining fatigue van die beesten. En dan kan je niet meer normaal hakken. Dus laten we even een ocean monument ten eerste opzoeken. Gaan we even kijken hoe dat is om daar gewoon te zijn. Want ik gok dat ik potion of invisibility moet gaan maken om niet gedetecteerd te worden door die beesten. Maar laten we even die kant op gaan. We doen eerst mijn armor aan. Zo. Want er zijn er genoeg in de buurt hier. Ik heb alleen de blauwe blokken van het monument nodig. Die wil ik even hakken. Dat vind ik hele mooie blokken om in het dak te gebruiken. En dan kunnen we daarna een mooi timelapse starten om dat huisje te bouwen. Het tweede huisje. Er vliegen allemaal bijtjes hier over zee, jongens. Hier is een bijtje. Daar is een bijtje. Hier achter me vloog ook al een bijtje. Daar is een bijtje. Dit zijn al die bijtjes die ik van de boselfjes heb gekregen en gewoon los heb gelaten. Ze vliegen hier allemaal gewoon op zee. Kijk, jongens, daar is een monument en ik zie daar boven al eigenlijk de blokken die ik nodig heb. Ik heb vooral die mooie blauwe nodig en ik heb ook die donkere nodig, want ik wil een soort van gradient-achtig patroontje erin maken. En ik vind dit wel heel mooi. Dit gaat er wel heel mooi bij passen. Oh, maar die dingen zijn vervelend. Dan ga je waarschijnlijk mining fatigue krijgen en dan kan je niet meer normaal hakken. Maar misschien ben ik, ik wil het even, eerst even testen hoe dit zit. Krijg ik het al als ik hier gewoon boven vaar zoals dit? Oh, oh, oh. Ja, mining fatigue. En dat betekent dat we niet kunnen hakken. Volgens mij los je dat op door potion of invisibility te gebruiken. Kunnen we deze guys even killen? Gewoon hier. Hier, dat is één. Als ik gewoon in mijn boot blijven zitten, kan ik er in ieder geval een paar killen. Ik weet niet of ze blijven spannen, die beesten. Hier komen jij. Hoppakee, dat is twee. Hé, dan krijg je die shards. Oké. Okay. Zeg, jongens, ik heb helemaal geen. Kijk, daar heb je die baas trouwens. Daar, dat is de big boss. De big boy. Ik heb helemaal geen ervaring met deze beesten. Laten we even een potion of invisibility maken. Hoe dat maak je door. Hoe maak je dat? Moet ik even opzoeken. Oké, okay, ik heb dus blijkbaar een golden carrot nodig. Een fermented spider eye. En gewoon redstone om hem 8 minuten te maken. En ik heb alles, denk ik, behalve misschien de spider eye en de golden carrot. Ik heb vast mij niet eens een worteltje. Heb ik wortels? Ik heb er precies één! Oh, maar misschien dat ik die dan even eerst moet. Dan ga ik hem eerst even planten. Wacht. We gaan slim zijn, jongens. Dan gaan we er gelijk meer. Ik heb goud genoeg namelijk. Oh, wat ben ik blij dat ik er al eentje heb. Echt waar. Hier, laten we eerst eventjes gewoon naar de kant hier gaan. Dan gaan we hier even farmen heel snel. Doen we even boing, 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 boing. Zo, hoppakee. Dan farmen we deze. Zo. Oh, ja, dan hebben we gelijk genoeg. Dan hebben we iets meer carrots. Anders is hij gelijk op. Dat is ook zonde. Zo. Ik hoor een zombie villager. Ik hoor een zombie villager. Wacht even. Hey, een zombie villager! Oh, maar deze lijkt op Penelope.
Ja, ben ik echt al 8 afleveringen kwijt of zo. En dit was aflevering 14 of zo. Jongens. Wow. Oh my days. Ik dacht legit dat jij dood was. Dat je gewoon net... Harry en Penelope waren volgens mij in aflevering 4 of 5 of zo. Waren ze weggelopen. En Harry heb ik teruggevonden. Penelope heb ik nooit meer teruggezien. Penelope, en het is er echt. Het is er 100. Kijk maar naar de name tag. Ik ga nu een boot halen en jou redden. Of jou in ieder geval hier vastzetten. Hoe lang zit jij hier al vast? Hoe lang zit jij hier al vast? En jongens, aan het cobblestone erachter te zien. Kijk, waar ik... Oh, maar deze, ik wil het even uitleggen. Ik kom altijd in deze grot hier om mijn mos te hakken. Dan ga ik hier altijd naar beneden. Kijk, ga ik hier altijd mijn mos hakken. Dit is een hele soort mos-tunnel van mij. Want ik heb natuurlijk veel mos nodig om mooie beelden te maken. Maar blijkbaar heeft Penelope altijd al hierachter vastgezeten. Oh, maar deze, ik ga nu een boot halen. Wacht even. Hoe dan? Penelope heeft het gewoon overleefd altijd, zonder dat ik het door had. Wat een wonder dit. Ik ga je in een bootje zetten. Dan gaan we, nu we toch met potions bezig zijn, maken we gelijk een potion of weakness. Het had zo moeten zijn. Het had zo moeten lopen, jongens. Ik geloof echt dat dit gewoon voortbestemd was. Hier, een bootje die komt jouw kant op. 1 en 2. Hoppakee, blijf er maar veilig in zitten, oké? Dan kom ik straks voor je terug. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Jongens, reageer allemaal even. We houden van je, Penelope. En we zijn blij dat je terug bent. En met een heel leuk zelfverzonnen verhaaltje voor Penelope. Dat heb ik even nodig in de reacties. Oké, de carrots, jongens. Laten we die even verder farmen. Ik denk als ik even een stekje heb, dan heb ik wel genoeg, weet je. Ik bedoel, ik heb er waarschijnlijk maar 2 nodig. Maar als ik een stek heb, dan heb ik gewoon voor in de toekomst ook genoeg, weet je. Ik ga ze nooit opeten, carrots. Oké, dan hebben we genoeg. Dus ongeveer een stekje heb ik. Ik heb meer dan een stek zelfs. Helemaal prima. Het loopt gewoon zo goed vandaag. Ik heb 1 wortel, precies wat ik nodig had even. We vinden Penelope terug. We gaan een prachtig mooi tweede huis bouwen. Wat een aflevering alweer, wat een sensatie. Wat heb ik ook weer nog meer nodig? Oh ja, goud. Want we moeten even, gelukkig kost dat volgens mij nuggets. Dat weet ik niet zeker hoor, maar volgens mij hoef je hier alleen maar met nuggets eromheen. Ja. Oké, 3 potion of invisibility zou wel goed zijn. Oh trouwens, dan heb ik maar 1 carrot nodig. Wat ben ik allemaal aan het doen? Wat ben ik allemaal moeilijk aan het doen? Een fermented spider eye. Heb ik die nog misschien? Nee, en wat heb je daarvoor nodig? Een normale spider eye. Dan moeten we even langs de farm van Floor. En dan heb ik suiker en een paddenstoel nodig, volgens mij, uit mijn hoofd gezien. Wacht even, ik heb hem eerder gecraft. Ja! Spider eye, paddenstoel en suiker. Oké, dat komt helemaal goed. Bruine paddenstoelen heb ik genoeg. Ik neem er even 2 mee? 2? Ja, sure, 2 neem ik er mee. Ik heb ook echt nog maar 1 golden carrot eigenlijk nodig. Suiker heb ik er ook 1 van, maar is wel mijn laatste. En dan is mijn sugarcane ook op. En dat heb ik... Nou, ik heb dat nog wel daar op het strand staan. Oké, dan gaan we even snel langs de farm van Floor. Doen we natuurlijk via de nether. Bonk, droppen we die. Springen we naar beneden. En dan hebben we, als het goed is, hier heel veel van die dingetjes. En in plaats... Ja, ik pak er wel gewoon een paar... Floor en ik mag deze van Floor gebruiken altijd in verband met onze winkeltje die we samen hebben. En ik denk niet dat ze het echt mist. Ik bedoel, ze heeft er belachelijk veel. Dus ik kan nu deze mooie dingen hier maken. Zo, maar ik heb er wel 2 nodig. Dus ik kom 1 suikertje tekort. Dat maakt niet uit, dat heb ik thuis nog. Kijk, als het goed is heb ik hier beneden op het... Daar, ja, die zocht ik. Hoppakee, en ik heb er zelfs meer. Dus we kunnen ze allebei even hakken. En hebben we, als het goed is, gelijk weer 4 suiker erbij. Klopt dat? Ja, 4 suiker. Dan kunnen we een nieuwe maken. Hoppakee. En dan heb ik volgens mij alles al. Even denken. Ik heb die. Eentje voor potion of weakness. Eentje voor een invisibility potion. Dan heb ik nog redstone nodig om hem te verlengen. En dan hebben we alles wat we nodig hebben. Een golden appeltje. En ik heb waarschijnlijk geen appel. Zit niet mee. Dat komt zo meteen. Penelope die zit volgens mij al... wat is het? Zo, hoe lang staat ze al in die grot zitten? Ik denk een maand bijna. Die kan nog wel even langer wachten. Waar is mijn brewing stand? Hallo brewing stand? Oh, die staat waarschijnlijk in het huis nog. Even snel nog wat zand tussendoor smelten natuurlijk. Anders kan ik geen flesjes maken om onze mooie dingetjes in te zetten. Potions te brewen. Te brewen. Zo, vullen we die even met water allemaal. Dan ga ik dit huis gewoon een keertje weer gebruiken. Sinds ik eruit ben gegaan heb ik het nooit meer gebruikt voor iets nuttigs. Maar als het goed is, staat mijn brew... Ja, hier staat hij. Kijk, daar is hij. Tonk, tonk, tonk. Ik ben een nether wart vergeten. Oh, en de blaze powder. Heb ik wel blaze powder? Oeh, daar heb ik niet over nagedacht. Ik heb geen blaze powder. Nee! Dat is wel een ernstig dingetje, jongens. Nether wart heb ik genoeg, maar geen blaze powder. Oh, man. Zoals meneer KB zou zeggen... Verdul me. Nou, tijd om even wat blaze rots te halen, zodat we kunnen gaan potions kunnen gaan maken. Helemaal geen zin in.
goed, jongens, dat was een mooi Nether-avontuur. Ik heb heel veel dingen gekild, heel veel lopen vechten en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk valt de buit best wel mee. Het was heel raar, een bruggetje van ijzer ergens halverwege. Dus die heb ik lekker gehakt en nu is het ijzer voor mij. Ik weet niet wie de rijke stinkert is die dacht, ik ga gewoon bruggen van ijzerblokken bouwen. Maar enorm bedankt voor het ijzer. Dan is het eindelijk tijd om deze dingen te gebruiken. Die stoppen we hierin. Dan doen we eerst even een awkward potion maken. Zo, dat zijn allemaal awkward potions. Dan maken we daar de golden carrot, stoppen we erop. Dan wordt het volgens mij een potion of night vision. En dan met een fermented spider eye. Dan maak je hem weer goed. Althans, dan maak je hem een invisibility potion. En dan is het inderdaad een potion of invisibility. Alleen dan ben ik helaas wederom iets vergeten. Namelijk het redstone om hem 8 minuten te maken. 3 minuten is gewoon weg. Veel te kort om die beesten af te leiden en weet ik wat allemaal. Daar heb ik natuurlijk redstone voor nodig. Goed, redstone erop. Als het goed is gaat hij dan van 3 naar 8 minuten. Ja, ik heb nu 3 potions van 8 minuten. Laten we dan gelijk even dit allemaal klaarzetten voor zometeen. Want ik wil straks hier natuurlijk nog een potion of weakness maken voor onze grote vriendin Penelope. Maar nu jongens, is het tijd om terug te gaan naar het Ocean Monument. Waar staat mijn bootje? Volgens mij heb ik die daar achtergelaten. Goed, jongens, we zijn er weer. We keren terug met een tweede poging en deze keer met potions. En ik besef me nu, ik had technisch gezien eigenlijk ook nog even water breathing potions moeten maken. Maar hè, het is helaas niet anders. We zetten even mijn spawn point hier. Stel we gaan dood, dat we in ieder geval zo snel mogelijk weer terug kunnen. Daar gaan we. Armor moet uit. Oh, die heb ik al uit. Dan nemen we de potion. Komt-ie. Hoppakee, dan mag ik niks in mijn handen hebben. Dus ik ga mijn eten ook even uit mijn handen. Volgens mij mag je namelijk maar 1 item in je handen hebben. Hoe krijg ik nu alweer mining fatigue? Ik schrik me ook helemaal kapot. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nu al mining fatigue hebben? Huh? Ik kwam hier toch om. Hoe hebben ze het door? Hè? Nou, dit vind ik heel vreemd. Dit vind ik heel vreemd. Weet je, dan gaan we die guy ook gewoon proberen te killen nu ook. Al moet ik zeggen, wederom, ik heb niet echt de potions hiervoor gemaakt. Laten we hopen dat ze me niet doorhebben. Maar ik kan nu niet meer hakken. Dat is de reden waarom ik hier ben. Hoe hebben ze door dat ik hier was? Ik snap het niet. Komt dat door die guy? Door die bos? Heel vreemd dit. Nou, die kleintjes hebben niet door dat ik er ben. Het is echt die grote die gewoon door had dat ik er was. Oh, ik moet nog meer moeite doen. Moet ik helemaal gaan vissen tot ik een pufferfish opvis? Huh? Ik heb gewoon enchantment bottles opgevist. Ik wist niet dat dat kon. Dat is serieus best wel cool. A few moments later. Oh mijn god, wat duurt dit lang. Ik heb zoveel dingen opgevist. Mijn visengel is op de helft. En nog steeds geen pufferfish. Ah, ik word ook nog eens aangevallen. Ik zit niet eens rechtop. Oh, hij dropt hem op zijn minst wel, jongens. Hij dropt de trident. Oké, dat vind ik leuk. Dan kunnen we deze mooi gebruiken om zometeen dat ding te killen. Gaan we hem aanvallen. Kijk, dan zit er op zijn minst weer iets mee. En nu gaan we pufferfish vissen, want die heb ik nodig om een potion of water breathing te maken. Zodat we naar beneden kunnen zwemmen, ademen en die guy kunnen killen. En dit allemaal zodat ik een mooi blauw dak kan maken. Wat een poepwerk voor een stom dak. Goed, jongens, daar zijn we weer. Ongeveer 20 minuutjes later. Ik heb allemaal potions of water breathing. Ik heb nog 2 potions of invisibility. En ik ben klaar om dat monster te verslaan. Laten we beginnen door eventjes gewoon zo te doen. Mijn spawn point te zetten. Dan nemen we eerst potion of invisibility. Boink, hoppakee. Nemen we daarna gelijk de potion of water breathing. Hoppakee. En dan gaan we erachteraan. Dan hoop ik dat ik met de trident die ik zojuist gekregen heb dat vreselijke monster daar beneden dood kan maken. Ik gok dat ik gelijk weer mining fatigue ga krijgen. Ja, oké. Okay. Dat is dus blijkbaar echt dat monster in het midden. En dan moeten we gewoon hopen. Oh, ik heb het eten in mijn handen. Oeh, zo. Hopen dat het andere beest me niet door gaat hebben. Kijk, hier zit hij. Kan ik hem slaan hierdoor? Oh, oppassen. Nee, ik kan hem niet slaan. Dus we moeten echt wel naar binnen gaan om te zwemmen. Dan gaan we, jongens. Oeh, in het hol van de leeuw. Maar dan is het geen leeuw, maar dit beest hier. Komt-ie. 1, 2, boink. Huh, hallo? Nou, dan gaan we maar slaan. Doe maar zo. Hallo, 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 hallo. Hallo, sterf even. Ga nog gewoon dood. Ga nog gewoon dood. Hij heeft ook gewoon niet door dat ik hem sla. Nou, hier, dit was heel simpel. Dat was het ook gewoon. Ik heb een sponge. Oh, daar ben ik blij mee. Laten we even de trident terugpakken voordat het te laat is. Zo, gaan we deze guys hier even killen. Ze hebben ook gewoon niet door dat ik er ben. Hè? De invisibility potion is echt overpowered. Laten we even zoveel mogelijk killen. Huh? Au, au.
Ah, wat die torns, wat irritant. Laten we gewoon zoveel mogelijk even doodmaken. En dan kunnen we zo meteen makkelijk alles gaan hakken als iedereen weg is. De mining fatigue ga ik nu niet meer krijgen omdat het beest dood is. Dus ik heb het nog voor ongeveer 4 minuutjes. En ik heb nog genoeg potions bij me om zoveel mogelijk blokken te leeg te roven hiervan. Het ging echt makkelijker dan verwacht nu ik de potions gewoon had. Blijkt maar weer jongens, als je goed voorbereid op iets afgaat, dan kan alles gewoon lukken. Hallo. Au. Vraag me af, als ik mijn armor aandoe, zien ze mij dan? Oh, dan ziet hij me gelijk. Dan ziet hij me gelijk. Maar maakt het in principe niet uit. Die dingen gaan me toch niet doodmaken. Ik bedoel, met mijn armor aan ben ik denk alleen maar veiliger op het moment. Heb je hier ook nog een schatkamer of iets? Of is dit gewoon echt alles? Oh, nog meer sponsjes. Die gaan heel handig worden. Oh, dit is wel heel traag. Oh, ik heb mining fatigue natuurlijk. Oké, hier komen we later voor terug. Ik denk, waarom gaat het zo traag? Maar ik heb natuurlijk nog mining fatigue, dus dan kan je bijna niet slopen. Hallo. Jij gaat dood. Oh, ik krijg wel heel veel van die shards, jongens. Daar ben ik heel blij mee. Er is er nog één. Meen je? Is het... Oh, wat ben ik blij dat ik die tegenkom. Anders had ik zo meteen gewoon weer mining fatigue gekregen. Oh, wat ben ik blij dat ik die tweede tegenkom. Wat ben ik blij dat ik die tweede tegenkom. Hij vlucht voor me. Ga dood. Sterf. Goed zo. Hoppakee. Oh, wat ben ik blij dat ik hem gelijk tegenkwam, jongens. Anders had ik... Hé, ik heb een smithing template gekregen, trouwens. Oh, dat is best wel sick. Anders had ik gedacht dat ik eindelijk kon minen. En vervolgens was er gewoon nog eentje die me weer mining fatigue had gegeven. Wat is dit groot, trouwens? Niet normaal. Misschien is er wel nog eentje ergens. Oké, jongens. De mining fatigue gaat over ongeveer 20 seconden weg. En laten we dan maar hopen dat het er echt maar 2 waren. En niet vervolgens 3 van die grote monsters. Want dat betekent dat we eindelijk kunnen gaan hakken. En dan kunnen we ons dak zo meteen een keertje gaan bouwen. En ik snap niet waarom het trident trouwens door dat beest heen ging. Dat vond ik heel vreemd. 3, 2, 1 en... Er is er nog één. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Waar zit dat monster? Echt waar. Oké, jongens, ik moet wel mijn nieuwe potions gelijk gaan nemen, want anders ben ik zo meteen gelijk dood. Oh, kom maar hier. Pas op. Invisibility wacht ik nog even mee. Ja, hè. Ik heb toch mijn armor aan op het moment. Ah, daar is hij, jongens. Gespot en gelijk dood. One hit? Hoe heb ik hem ge-one-hit? Ik heb in ieder geval dood. Daar ben ik al heel blij mee. Oké, en als het goed is, is de mining fatigue over 10 seconden klaar. En dan hoop ik met heel mijn hart, echt een keertje, dat er niet nog zo'n beest is. Niet een vierde. Kom op, 3, 2, 1. Oh, finally. We kunnen die dingen gaan slopen, jongens. We kunnen eindelijk de blokken gaan hakken waarvoor ik hier was gekomen. Mocht eventjes duren, maar het is gewoon zover. Dan gaan we ook heel veel hakken. Ik heb nog 5 minuten water breeding. Dus laten we lekker ook gewoon veel hakken, weet je. Dan hoef je hier voorlopig niet meer terug te komen. Huh? Er zit goud hierin verstopt? Oh mijn god, dat wist ik helemaal niet. Nou jongens, mooi meegepakt dit. Dit is heel mooi meegepakt, gelijk wat goud. Hier doen we het voor, hè. Irritante rotbeesten, hier kom jij. Wegrennen gelijk wat hij doet, en nadat hij me hit. Wegzwemmen. Je bent te laat. Nu heb ik je. Goed, jongens, ik heb al deze stinksponsjes lopen hakken. En het gaat zo belachelijk traag. Maar we hebben wel 35 sponsjes. Dan hak ik nog even dit muurtje hier helemaal leeg. En dan vind ik het wel mooi geweest. Kunnen we teruggaan. En dan kunnen we aan de timelapse beginnen. Waarvan ik dacht dat het echt maar even 5 minuutjes zou kosten. Om gewoon even simpel naar deze dingen te gaan. Even simpel dit allemaal te hakken en zo. Maar uiteindelijk heeft het me echt iets van 2 uur tijd gekost. En dan denk je, Max, 2 uur van je leven. Ben je dan niet echt een beetje noob in Minecraft? Als het neerkomt op avonturieren in Minecraft, ben ik niet de beste Minecrafter, nee. Maar gelukkig leren we met z'n allen, hè. Gelukkig leren we het met z'n allen. Ik speel al Minecraft sinds dat het spel potverdikken me uit is gekomen. Maar nog steeds ben ik niet goed in dit soort dingen. Kijk, en dan hebben we gelijk een uitweg naar boven vanaf hier. En dan bloep, gaan we. En waar staat mijn bootje? Daar staat mijn bootje. Volgens mij heb ik ook al die beesten bijna vermoord. Volgens mij wel, hè. Ik heb ze bijna allemaal doodgemaakt. Echt heel zielig. Het was hun huis en ik ben gewoon naar binnen gegaan. Iedereen doodgemaakt, spulletjes gepakt en ik ben weer weg. Zo voelen de villagers zich ook altijd die helemaal gereed worden. Maar het was wel een geslaagde missie. Oh, veilig thuis jongens. Het avontuur is voorbij. Jemige, de aflevering is zoveel anders gegaan dan ik had verwacht. En ik moet nu met timelapse nog beginnen. En dan denk je, oh, maar dat is simpel. Maar ja, een timelapse dat kost ook wel weer iets van... Wat is het? Wat gaat dit doen? Ik weet niet hoe lang deze timelapse gaat duren. Voor mij gok ik misschien een uurtje, anderhalf uur. Ik denk anderhalf uur. Misschien 2, als het tegen zit. Weet je, ik heb een leuk idee. Het is op het moment 11:04. En ja, kijk maar aan het icoontje te zien. Ik speel inderdaad Duolingo. Stom, hè? Maar ik ben benieuwd hoe laat ik klaar ben met mijn timelapse. Het is 11:05, ongeveer 11:04. Pak een beet. Stoppen even mijn nieuwe mooie blokjes. Stoppen we allemaal hierin die we nodig gaan hebben voor het dak. Ik heb wel goede loot gekregen, hé. Ik ben tevreden. Laten we beginnen met deze timelapse. En ik ben benieuwd hoe lang ik erover doe. En dan ga ik na afloop de tijd aan jullie laten zien. Misschien dat het ergens middernacht gaat worden. Geen idee. Veel plezier met kijken. Vergeet niet te liken. En vergeet niet te abonneren. Pas als je abonneert, start de timelapse. En dat is niet waar trouwens. Start nu gewoon. Veel plezier!
Jongens, daar zijn we weer. En het is niet zoals ik had verwacht, midden in de nacht. Het is 2:30 smiddags, een dag later. Maar het huis is wel af, jongens. En de omgeving eromheen is ook gelijk een stukje mooier geworden. En het dak is zo leuk. Ik ben zo blij dat ik al die stomme stinkmoeite heb gedaan om die blokken te verzamelen. Puur zodat ik dit dak kon maken. Als ik nu naar dat dak kijk, dat is zo eentonig blauw vergeleken met dit mooie dak hier. Ik heb een soort van vlekjes in het dak gecreëerd, zeg maar. Dan is de wol was het centrale punt van het vlekje. Daaromheen zitten dan die mooie prismarienblokken. Daaromheen zitten die houtblokken. En dan aan de randjes, alleen op de hoekjes een beetje, zitten de hele donkere blokjes. Zoals ik kan zien, echt letterlijk alleen een beetje op de hoekjes deed ik dat. Dus die heb ik helemaal niet heel veel gebruikt. Maar zoals ik kan zien, het zijn een soort van vlekjes van die andere soort blokken. Dit is denk ik ook weer een mooi voorbeeld, zie je? En dan hier wederom alleen op het hoekje zo'n donker blokje. Ik vind het zo een leuk design voor het dak. Het is lekker een rommelig piratenhuis met een vlaggetje erop en een poging tot een... enigszins wel goed gelukt, een soort stuur. Een soort kapiteinspiratenstuur. Wat hier uit het dak steekt. En ik vind het wel leuk. Ik was een leuk detail. Ik vond het dak hier nog een beetje kaal enigszins. En ik dacht, ik kan wel schoorsteen maken. Maar dat is niet echt extreem piraatachtig of zo, vond ik. Het is meer stedelijk, weet je al, die schoorstenen. Dus ik heb er maar voor gezorgd dat er een soort stuur uit het dak steekt. En dat is helemaal prima gewoon. Dan 1, 2, 3 nieuwe palmbomen. En wat rotsen heb ik hier geplaatst. Vooral 1 grote, dat vond ik wel leuk. Ik dacht, het rotsachtige wat ik daarmee bezig ben bij het schepen. Dat vind ik zo een leuke stijl om in te bouwen. Met het hele contrast van tuf en andesite en normaalsteen en mossy cobblestone en weet ik veel wat ik allemaal gebruik. Ik dacht, laten we hier ook gewoon een klein rotsje bouwen, weet je. En daar eentje. En hier als het goed is eentje, inderdaad. En het sluit nu ook aan. Ik heb dit ietsjes breder gemaakt, waardoor je hier wel gewoon met je paard doorheen kan nu. Want elke keer stoten mensen hun hoofd en zaten ze klem. Maar laten we even naar de toren toe gaan en kijken hoe het er van een afstandje uitziet. Want dat heb ik zelf helemaal nog niet gecheckt. Voordat we naar de toren gaan, wil ik eerst eventjes vanaf hier aankomen varen. En even kijken hoe dat eruit ziet. Oh, je merkt het gelijk, jongens. Ik moet wel dit, zeg maar, je merkt dat dit allemaal mooi gebouwd is. En dat hier nog in principe de normale wereldterrein, de world terrain is, als het ware. Mijn bedoeling is om uiteindelijk dit mooi door te trekken daarheen. En dan ook te updaten, want ik heb dit gebouwd zonder contrast, zonder textuur. Moeilijke woorden. Het zijn helemaal niet zulke moeilijke woorden. Ik weet niet waar ik het over heb. Maar ik heb daar natuurlijk heel veel textuur in het steen toegebracht. En dat heb ik hier nooit gedaan. Dus uiteindelijk wil ik dit een beetje updaten. En dan helemaal doortrekken tot ongeveer hier. Hier komt nog een boot. Dit wordt helemaal ook huisjes. Hier wil ik hoge rotsen gaan bouwen met waarschijnlijk huisjes. Die in de rotsen verstopt zitten. Een beetje op de rotsen zijn gebouwd. Niet zoals dat, maar echt gewoon kleine puntige rotsen wil ik ongeveer hier bouwen. Maar ik kan vanaf hier al mooi zien dat er een nieuw huis bij staat. Dat je door hebt dat zeg maar het idee van die twee huizen met je hier rondom gaat zijn. Weet je, dat echt gewoon een soort piratenstadachtig dorpje iets komt. En heel veel wilde rotsen ook zoals dit. En schepen en kleine bootjes. En uiteindelijk wil ik het water decoreren. Er komen zo belachelijk veel plannen aan, jongens. Het is niet normaal. Oh mijn god, wat zitten er veel zombies vast in mijn dinges hier. Wat doen jullie allemaal, jongens? Ze zitten allemaal in het systeem vast. Dat is een zombie. Nou, er nog één. Nog één. Zitten allemaal vast in mijn bomenfarm. En ik gok dat we het vanaf hier eigenlijk helemaal niet goed kunnen zien. Dus ik weet niet waarom ik hierheen ga. Je kan het wel zien, maar totaal niet bijzonder of zo. Je ziet gewoon dat er meer huizen staan vanaf hier nu. Wel heel leuk. Maar goed, jongens. Lang genoeg gebouwd. Het interieur van het huis zit erin. Gaan we ook niet deze aflevering doen. Maar het is nu wel tijd voor iets heel ander belangrijks. En daarvoor moeten wij eventjes onder de boot doorvaren. Even gekielhaald worden. En naar het kleine watervalletje toe zwemmen. Want het is namelijk tijd om onze grote vriendin Penelope te herstellen van een virus. Is een zombie geworden. Laten we even de potions maken die ik al klaar had gezet. Ik had natuurlijk gisteren, wat voor jullie een paar minuten geleden is, alles klaargezet. Want toen was ik ook met potions bezig voor die ocean monument. Dat was het. Hallo Benny. En dat heb ik als het goed is hier allemaal klaarstaan. Ik heb daarvoor een deze nodig en een golden apple. Dus laten we, terwijl we de potions maken... Oeh, ik heb maar 1 glass bottle. Dat is wel jammer. Laten we even die bomen daar omhakken. Dan kijken we of we een appeltje kunnen krijgen. Want ik heb natuurlijk ook een golden apple nodig. Maar ik heb die enige appel die ik had, heb ik gebruikt voor... Waar heb ik die golden apple voor gebruikt? Niet volgens mij. Nee. Of wel? Nee, ik heb geen appel. Ik weet niet waarom het zoveel moeite was om daarover na te denken. Of ik nou wel of niet een appel had. Laten we even kijken of er appeltjes terechtkomen uit deze bomen. Volgens mij vallen die ook uit birchbomen. Ik weet het niet zeker. Ik denk dat je hier ook wel appeltjes uit kan krijgen. Ik begin toch aan mezelf te twijfelen, jongens. Of je ook appeltjes uit birchbomen kan krijgen. Ik heb er behoorlijk al wat omgehakt. Ik heb al bijna een stek hout. Maar er is nog geen appeltje te bekennen. Maar wel een groep vrienden.
die me aan staan te staren. Ik trek mijn armen voor de zekerheid maar aan. Ik zie het altijd zo weer gebeuren. Jongens, hebben jullie toevallig een appel die ik kan lenen? Waarschijnlijk niet, hè? Ik hak alleen deze boom, hoor. Laat mij maar met rust. Ik doe jullie niks aan. Nou, geen appeltje. Laten we dan maar even kijken of we hier ook bomen kunnen hakken. Daar gaan we 100% een appeltje krijgen. Een appeltje! Daar is hij, jongens. Hoppakee! Wij hebben een appeltje en dan kunnen we gelijk terug om Penelope te genezen. Trouwens, jongens, ik heb iets van 2 à 3 à 4 afleveringen geleden een turtle egg geplaatst die ik van Floor heb gekregen. En hij is nog steeds niet uitgekomen. Ik snap niet hoe dat kan. Hij staat hier al zo lang gewoon te staan. Ik weet niet wat ik ermee moet. Hij komt gewoon niet uit. Zo'n dood ei. Hoe lullig het ook is. Ik ben bijna elke aflevering inmiddels wel gewoon een villager aan het genezen. Jeumig, wat is dat luid. Wauw. Ik ben bijna elke aflevering wel gewoon een villager aan het genezen op dit moment, jongens. Vorige aflevering ook eentje. En jullie krijgen gaaf allemaal reacties. Dat ben ik inderdaad vergeten. Ik moest die nog een naam geven. En ik had toevallig, volgens mij, of vorige aflevering of deze aflevering, een name tag gekregen. Wanneer? Hè? Hier, ik weet niet eens meer hoe ik aan deze... Oh ja, uit het casino. Uit het casino had ik deze gekregen. En we hebben Ron. We hebben... Oh nee, we hebben geen Ron. We hebben Harry Hermelien. Dus we hebben nog geen Ron. Ik heb nog 2 villages die ik een naam moet geven. Hier, we hebben naamloos. We hebben naamloos. En volgens mij is die rode hier is Hermelien. Ja. Harry is vermist nog steeds. Ik heb geen idee waar Harry is, oprecht. Ik weet niet hoe hij mogelijk is ontsnapt. Blijft een mysterie. Laten we deze Ron noemen, jongens. Dan hebben we Harry, Hermelien en Ron. Goeie piratennamen natuurlijk. Jullie kennen het allemaal van de bekende Harry Potter films. Dat zijn gewoon piratenfilms. Dan ben jij vanaf nu Ron. Jij moet nog een naam krijgen. We kunnen jou wel Ton noemen. Ron en Ton. Dat vind ik wel leuk. Kijk, ligt hier trouwens een klein hamertje op de grond, jongens. Vond ik wel leuk. Alleen ja, ik heb niet nog een name tag, dus... Ja, dan moet Tom maar even wachten. Ik heb wel heel veel mooie smithing templates. Zou ik even mijn armor leuk door kunnen aankleden? Ik heb deze natuurlijk. Wat zullen we dan erop doen? Redstone? Redstone is denk ik wel mooi. Dat past wel bij mijn piraten outfit. Die armor ga ik niet heel vaak aandoen natuurlijk. Alleen als ik aan het bouwen ben, zodat ik even veilig blijf. Heb ik hier een... Ja, deze hier. Kijk. Ik zou toch gewoon dit... Oh, ja. Dit is zeker mooi. Dit gaan we doen. Kijk nou, jongens. Dit matcht gewoon met mijn piratenoutfit een beetje. En ik heb ook nog andere. Alleen, ik vind die... Ik weet niet of ik die mooi ga vinden. Dan moet ik überhaupt achterkomen. Laten we even kijken. Dit is volgens mij wel sick. Ja, oh, dit is zeker cool. En de schoenen zijn... Ook prima, weet je? Ik vind het helemaal goed. De helm ga ik dan... Ja, dan kunnen we de helm maar ook gewoon doen. Hier, dan is de helm ook gedaan. Dan hebben we gelijk een mooi kleurtje armor, jongens. Ik draag de armor eigenlijk in mijn basis bijna nooit. Alleen in timelapses, zodat ik als ik aangevallen word door monsters zo niet doodga. Dat vind ik zonde. Maar voor de rest draag ik bijna nooit mijn armor. Ik heb hem altijd bij me tegenwoordig voor de zekerheid. Ik ben hem ook lekker aan het enchanten buiten de camera om. Want ik bedoel, ik heb een tijdje geleden, iets van 4 afleveringen geleden, 5 misschien, natuurlijk al die boekjes een keer bij de Wijze Uil gekocht. En elke keer als ik een beetje XP krijg, enchant ik even snel een nieuw boekje erop. Dus ik hoop dat ik ergens over 6 afleveringen al die enchants er een keertje op heb. Maar we hebben in ieder geval mooie armor nu. Penelope zal inmiddels wel genezen zijn. Althans, dat lijkt me. Ja, goed zo, Penelope. Hey. Oh, daar gaat ze, jongens. Penelope, veel plezier. Op het schip. Ik ga alles weer weghalen. Ik heb echt iets van 4 afleveringen op rij nu gewoon villages naar mijn boot verhuisd. Nou jongens, zoals gewoonlijk heeft kapitein Snavel weer de nieuwe villager verwelkomd op eigenlijk de oude villager in dit geval. Kapitein Snavel, ik blijf het zeggen. Je bent zo een goed welkomstcomité. Wat heb je erop te zeggen? Nee. Oké, Penelope, het is tijd. We gaan je naar beneden duwen. Ik doe het even in de minecart in plaats van in de boot, want het effect is hetzelfde. Volgens mij krijg je ook geen fall damage in een minecart. Dus 1, 2, hoppakee. Oh, je krijgt wel fall damage in de minecart. Oké. Welkom terug, Penelope. Deze keer gaan we je hier opsluiten bij de andere villagers, zodat je niet stiekem kan ontsnappen en weet ik voor wat allemaal. Als je Harry hebt gezien, laat het vooral weten. Ik mis Harry enorm. Ik mis Harry meer dan dat ik jou miste. Goed, jongens. Wat een succesvolle aflevering weer. We hebben een heel avontuur gehad in een Ocean Monument. We hebben hier een prachtig nieuw huis gebouwd. Ik ben er heel blij mee. Vooral met het dak nogmaals. En de binnenkant, ik laat het wel even van jullie zien, is helemaal niet zo bijzonder. Er is helemaal niks te doen hier. Ik bedoel, het is daar... Wacht, dat hebben jullie misschien wel in de timelapse gezien. Maar het is hier, jongens. Hierboven is het nog helemaal open. Dit moet ik nog een keertje opvullen. Ik heb het nu niet gedaan omdat ik daar gewoonweg heel simpel geen zin in had om dit gedeelte nou hier op te vullen. Maar dit moet allemaal nog even mooi gras worden. Dan moet ik hier nog even boompjes plaatsen. Dan moet ik het even mooi laten aansluiten aan die berg hier en zo. Want dit ziet er natuurlijk niet uit dat het hier gewoon allemaal zo open is. Ik heb natuurlijk heel wat landschap hier aangepast zodat het huisje mooi kon staan. Maar ja,
Dan moet ik het landschap achter mij ook mooi aanpassen. In ieder geval, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En vergeet vooral even niet te abonneren. We zitten bijna op die 320.000 abonnees. Ben je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan nu even. En als je een abonnee bent, dan kan je lekker deze video kijken. Dat is namelijk het vorige content van deel. Heb je die nou nog niet gezien? Kan je hem hier even kijken. Heb je hem wel gezien? Kijk hem gewoon even opnieuw. Dat vind ik leuk als je hem opnieuw... Nou, je hoeft niet opnieuw te kijken. Kijk hem gewoon. En nu spreek je laat glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.